Bij NEC staat er een krachtmens daarvoor in, een Belg. De vraag is van Sjoerd Keijzer uit Bleiswijk: is de verre ingooi minstens zo gevaarlijk, misschien wel niet gevaarlijker dan de corner aan het worden op deze manier? Nou ja, het is natuurlijk een unicum dat je een speler in je team hebt die zover kan ingooien. Dat is echt een wapen. Maar dat is nu twee keer gelukt tegen Vitesse. Maar iedere tegenstander gaat zich daar nu op instellen als hij gaat ingooien. En dan gaan ze de verdediging neerzetten als bij een corner. Ja, want Björn Vlemings... Kan ik me nou herinneren dat jij het ook, hoor? Een bal in voor doel gooien? John de Wolf gooide hem gewoon tweede paal. Björn Vlemings, goedenavond. Goedenavond. Jij oefent er al een tijdje op, hebben wij begrepen. Ja, ik oefen er op. We trainen er redelijk veel op. Als we stilstaande fases doen, de standaardfases, dan gaan we ook natuurlijk die inworp oefenen. Dus ja, dan wordt er wel even getraind en afgesproken wie wat moet doen. Maar valt het te verdedigen? Johan zegt als ze het eenmaal weten, dan kun je misschien wel verdedigen. Maar valt het te verdedigen? Ja, ik denk wel dat het te verdedigen valt. Maar uiteindelijk is het zelf als een hoekschop nemen. Dus een hoekschop valt ook te verdedigen. En toch valt er ook nog doelpunten uit. Dus ik denk dat het altijd wel een gevaarlijk wapen kan zijn. Ja, je bent als een held ontvangen, neem ik aan, toen je terugkwam in Nijmegen. Ja, als een held ontvangen. Ik denk dat je 2-0 achter staat en je op 5 minuten voor het eind en je maakt nog 2-2. Dan denk ik dat iedereen als held ontvangen wordt. Maar uiteindelijk moeten we nuchter blijven en eigenlijk zouden we gewoon de 3 punten moeten weghalen daar. Ja, maar het is de Gelderse derby, Björn. Wat dat betreft is het echt een absoluut belangrijk punt, hoor, voor jullie daar. Ja, tuurlijk. Maar iedereen wou winnen. We hebben de dag ervoor ook alle supporters nog op ons training gezien. Met spanning van, we moeten winnen morgen. Wij knallen vandaag, knallen jullie morgen. Dus ik denk dat de supporters er net iets meer verwachten van ons. Ja. Maar als je aangezien de situatie 2-0 achter, kan je nog van een geslaagde avond spreken, denk ik. Hé, hey, Björn. En wat had je nou voor rare rode pleisters op je benen? Wil je stoppen met roken? Nee, ik had last van mijn knie. Tegen VVV ben ik van het veld gegaan. En ik heb toch een week en een half helemaal niet kunnen trainen van de pijn in mijn knie. En de fysio's zijn zo danig met me bezig geweest dat ze van alles uitgeprobeerd hebben. En die taping die verlichtte de pijn in mijn knie, zodat ik dat ook kon spelen. Oké, je had toch beide benen? Ja, dat was een beetje bij de knieën. Ja, dat was voor de misleiding. Ik had maar pijn aan één knie, maar in zo'n derby kan je van alles verwachten. Dus dan doen we het voor alle knieën. Björn wil gewoon graag opvallen. Björn, je bent heel goed begonnen. Je werd vergeleken met Kuyt. Je scoorde gelijk de eerste wedstrijd. Wat valt je op aan de Nederlandse verdedigers? In tegenstelling tot in België, waar ze heel defensief een muur optrekken. Ja, wat valt je op? Ik denk dat voetbal overal een beetje hetzelfde gespeeld wordt. Hè? Nou. De gevarenzone wordt er overal even kort gedekt. Maar als je hier in Nederland tot een bepaalde zone terugkomt en als spitsje laat uitzakken, dan gaan de verdedigers niet echt zo hard doordekken als in België. Maar ik kan wel zeggen, ik heb nu nog niet echt heel veel wedstrijden gespeeld in Nederland, maar de verdedigers zijn hier toch, ik ga niet zeggen slimmer, maar toch wel iets anders. En ik kan moeilijk uitleggen op welke punt. Ja, nou Björn, hartelijk bedankt. Ik hoop dat Dick Advocaat voor je gaat bellen binnen afzienbare tijd. Want die kan het wel gebruiken, denk ik, die inworp in de nationale elftal, toch? Ja, het is wel een wapen. Ja, ik hoop het wel. Ze kunnen er heel veel gebruiken in de nationale team. Ja. Dus we gaan er alles aan doen. Ja, succes ermee. En ook bij NEC. Okay. Bedankt voor je reactie. Alleen, je moet wel een hele goede inworp hebben, wil je hem op het hoofd van Wesley Song gooien, hè, Johan? Als hij tussen die voorstoppers in staat, hè? Dan moet je wel...